neem ik jullie mee de hei op. En die staat rond deze tijd van het jaar in volle bloei. Moet je kijken wat mooi. Al die prachtige paarse velden. Echt super. Een heidegebied ziet er heel natuurlijk uit. Bijna wild eigenlijk. Puur natuur zou je zeggen. Nou, mooi niet, want heide is ontstaan door de mens. Vroeger werden veel bossen gekapt omdat de grond nodig was voor boeren om producten op te verbouwen. Maar als er jaar in jaar uit graan of tarwe op de grond heeft gegroeid, raakt die grond uitgeput. En dan kan op die uitgeputte grond heide ontstaan. Heide is een woest en ruig plantje. Het kan eigenlijk overal tegen. En heide groeit dan ook altijd op grond waar bijna geen voedsel in zit. Heide kan tegen droogte, tegen wind, tegen de zon en zelfs tegen de vrieskou. Heidestruiken zijn hele taaie plantjes met een beetje houtachtige stengels. Ze groeien maar heel langzaam. Eigenlijk bestaan er twee soorten heide. Dit is struikheide. Struikheide groeit vooral op hele droge plaatsen. En dit is dopheide. Dopheide groeit weer op plaatsen die wat vochtiger zijn. Je ziet dat de bloempjes van de dopheide er wat anders uitzien dan die van de struikheide. Behalve de mooie paarse heidestruikjes zie je nog veel meer bijzondere plantjes in een heidegebied. Dit bijvoorbeeld is zonnedauw. En zonnedauw groeit in een gebied met natte heide. Bij zo'n vennetje dus. Als je je vinger nou op dit plantje legt, dan voel je een slijmerig spulletje. En met die kleverige druppeltjes vangt de zonnedauw insecten. Zonnedauw groeit op plekken waar niet zoveel voedsel in de grond zit. Net als heide dus. Het plantje heeft wel wat extra voedsel nodig om te groeien. Dus eet het vlees. Geen mier of vlieg is veilig voor zonnedauw. Insecten denken dat er lekkere druppeltjes nectar op de plantjes zitten. Maar eigenlijk is het een soort lijm waar ze aan vast blijven plakken. De zonnedauw kan ze zo langzaam opeten. De blaadjes van dit plantje zuigen de insecten als het ware leeg. En zo kan zonnedauw overleven op de arme grond. Je kunt nog veel meer bijzondere plantjes tegenkomen op de hei. Wat dacht je van dit hele mooie blauwe bloemetje? Dit is klokjesgentiaan. Klokjesgentiaan is niet alleen een heel mooi plantje, het is ook nuttig. Want er is een soort vlinder die haar eitjes alleen maar op deze plant legt. En dat is het gentiaanblauwtje. Zie je die witte stippen? Dat zijn de eitjes. Natuurlijk leven er ook veel dieren in een heidegebied. Maar echt grote dieren zul je hier niet tegenkomen. Kijk maar eens naar de plantjes. Die zijn zo laag, daar kunnen grote dieren geen schuilplaats vinden. Maar je kunt hier wel hagedissen en slangen tegenkomen. In de natte heide leeft de enige Nederlandse gifslang, de adder. Wees niet bang, want de adder heeft een zacht karakter. Als je hem rustig van een afstandje bekijkt, zal hij je nooit aanvallen. De adder heeft hele mooie zigzagtekeningen over zijn lijf en hij houdt erg van de zon. Een adder eet vooral kikkers en die zijn er genoeg te vinden in een nat heidegebied. Als je nou op de heide wandelt, dan moet je ook eens tussen de plantjes kijken. Want daar leeft echt van alles. En als je geluk hebt, dan kun je een mestkever tegenkomen. En dan is hij ook nog bezig met een keutel. Kijk dan! Wat gaaf! Wat een mooi beestje, hij is helemaal blauw. Mestkevers maken van poep van konijnen en schapen en andere dieren balletjes. In die poepballetjes leggen ze hun eitjes. Best smerig eigenlijk. Maar die poep is het voedsel van de larven die uit de eitjes kruipen. Meneer en mevrouw Mestkever werken heel goed samen.
Ze verzamelen met z'n tweeën de keutels en rollen ze ook weer samen tot balletjes. Hey. Ik zie hem. Als je aan de hei denkt, dan denk je natuurlijk aan schapen. En die zijn totaal ongevaarlijk hoor. En weet je wat nou het gekke is? Schapen eten eigenlijk helemaal geen hei. Dus wat hebben ze hier nou te zoeken? Weet je wat? Ik ga het vragen aan Katrinus, want hij is hier de schaapsherder. Hoi Katrinus. Hey, goedendag. Hoi. Hey, mooi gezicht zeg, al die schapen. Ja, mooi hè. Ja, prachtig. Maar wat doen ze hier nou precies op de hei? Want ik dacht altijd dat ze dat niet zo lekker vonden. Ze vinden het gras inderdaad lekkerder. Het zijn eigenlijk een soort van grasmaaiers die hier lopen. En ja. Doordat ze het gras ertussen wegvreten, blijft de heide bestaan. Als je hier niets zou doen, dan zou het eerst een groot grasveld worden. En daarna zouden de boompjes in komen groeien. En over een jaar of 10 zou het bos zijn. En met hoeveel heb je er nou? Hier lopen 175 dieren. Zo. Maar ze blijven niet altijd op deze plek, toch? Jij loopt rond, hè, over de hei. Ja, waar veel gras staat en waar het weg moet, daar breng ik de kurren naartoe. En ik zorg dat ze ook op die plek gaan eten. Anders zouden ze ook op plekken gaan staan grazen waar veel zeldzame plantjes staan bijvoorbeeld. En die willen we wel houden. Vroeger liepen er ook al veel schapen op de hei. De heidegebieden waren toen nodig omdat er anders niet genoeg plek was om alle schapen op te laten grazen. De schapen werden vroeger gehouden voor hun mest. In de stal van de schapen werden plaggen gelegd. Dat zijn eigenlijk stukjes heide. En die heide samen met de poep van de schapen werd gebruikt als mest voor de akkers van de boeren. Nou staan ze allemaal zo mooi in die kudde, maar ik kan me voorstellen dat ze daar even kijken of daar even kijken. Hoe zorg je dan weer dat ze bij elkaar komen? Ik heb hulp van de hond. Mag ik jullie even voorstellen? Dit is Storka. En dit is Sandor. Links. Sta stil. Goed zo. Rechts. Rechts. Sta stil. Walk slowly. Sta stil. En die commando's, hè? Kan ik die ook leren? Nou, probeer het maar. Torka. Rechts. Torka. Links. Get out! Nou, daar moet je zeker een cursus voor doen of zo, zeg. Hier. Zit. Gelukkig. Eindelijk iemand die naar me luistert. Gaan ze naar huis, hè? Ja, de dag zit er weer op. De buik vol. Ja, zij gaan naar huis, maar ik zoek eigenlijk ook nog een plekje om te slapen vannacht. Weet jij nog wat? Ja, er is ruimte zat in de schaap voor. Is dat zo? Ja hoor. Nou, super. Dat lijkt me wel wat. Oké. Torka, kom hier.